Geen feestjes thuis, dat kondigde premier Rutte aan. Het is onderdeel van de nieuwe en strengere coronamaatregelen. De belangrijkste aanscherping is daarom dat we iedereen het zeer, zeer dringende advies geven. Thuis voorlopig geen feestjes, borrels en andere bijeenkomsten voor grote groepen te organiseren. Ja, geen feestjes dus en we moeten ons weer beter aan de regels houden. Op straat is er begrip voor de maatregelen. Ik begrijp die maatregelen, ja. En u gaat zich er ook aan houden? Ik hou me daaraan, ja. Want ik zou het heel erg vinden als er weer een lockdown komt. Nou, dat heeft wel consequenties voor familiebijeenkomsten. Want dat vinden we erg gezellig, met de familie op zondag bij elkaar komen. Nou, we denken toch wel een beetje over onszelf afgeroepen, denk ik. Maar als je nou jarig bent, wordt het wel heel saai? Ik zou zeggen niet. Ja, tot nu toe in maart, in april hebben we hetzelfde gedaan. Als je ziet hoe iedereen de teugels toch wel laat vieren, ja, dan is het logisch dat er besmettingen wat toenemen. Ja, voor de thuisfeestjesector is deze nieuwe aankondiging funest. Want daar regent het vanaf gisteravond na de persconferentie afmeldingen. Vandaag staat Jasper met zijn frietkraam op de markt in Gelderop. Maar veel van zijn inkomsten komen van feestjes en evenementen. Na de persconferentie van gisteren begon zijn telefoon meteen te rinkelen. Alle particuliere feestjes die beginnen massaal te annuleren. Sinds gisteravond 7:15 zijn de eerste binnengekomen. Gisteravond hebben we pak een beetje een stuk of 20 annuleringen gehad. En vandaag gaat het verder met annuleren. Dit magazijn in Nuenen is normaal gesproken leeg in de zomer. Voetbaltafels, springkussens en trampolines zijn dan verhuurd. Dat is nu wel anders. Dat ligt allemaal stil. Want evenementen zijn er bijna niet en er wordt niks georganiseerd daarin. Nu thuisfeestjes alleen nog in klein gezelschap gevierd mogen worden, valt er nog een inkomstenbron weg. Ja, daar was ik wel heel droevig om eigenlijk. Want is dat de laatste strohalm eigenlijk, die feestjes? Ja, de 20% die wij nog verhuren, zeg maar, aan omzet, komt uit de particuliere sector. Voor mensen die thuis een feestje geven of het kindje wat jarig is of achter in de tuin. De ondernemers keken eerder juist uit naar de komende maand. September zat bom vol. Hoofdzakelijk allemaal communities die van begin van het jaar allemaal verzet zijn naar september. En die beginnen nu ook allemaal te annuleren. En dus staat nu het water hen aan de lippen. We komen al uit de winter, dus de zomer is alles gestopt. Dat betekent dat we al een buffer moeten opbouwen, want in de winter hebben we geen evenementen. Ons seizoen loopt van 15 april tot 15 oktober. En het is al bijna 15 oktober en we hebben weinig of geen vet meer op de botten. Dus ja, we gaan een moeilijke periode in. Op een houtje bijten dus eigenlijk. Ja. Even de broekriem aan.